Ja, en daarnet, we konden dus niet eronder uit. Heel mooi was dat dan van de beelden van de militaire tattoo uit 2010. En ik kondigde dus LaRouche aan, maar we zijn eigenlijk op diezelfde voet doorgegaan. We hebben dus Valerie Ferber vandaag in deze maand in Taki, tezamen met Lydia Singwai. En ze zijn voorzitters. Nee, de een is een PR en de ander is de voorzitter van de Miracle Movement. En er komt een driedaagse workshop. Een internationaal art conferentie is op komst. En we gaan daarover praten. De naam Miracle betekent zoveel als wonder, wonderbaarlijk. Wonderbaarlijk, yes. Heeft klopt. Het een christelijk tintje? Ja, sowieso. Miracle Movement Ministries is een interkerkelijke movement ministry. Ja. En interkerkelijk omdat we dus zeg maar de mensen die verbonden zijn aan het geheel, zijn dus van verschillende kerken over heel Suriname. Ja, en lukt het wel om verschillende kerken bij elkaar te hebben en dan toch gewoon vrijelijk gezamenlijk bezig te zijn? Het lukt heel erg. Het zijn ook gewoon jonge mensen, de mindset is anders. Mm-hmm. En we hebben één doel en één visie voor ogen, dus het gaat wel. Ja, yes. En wat doet de PR-vrouwen eigenlijk allemaal? Nou, heel veel. Heel veel. Het helpen met het organiseren, het promoten op social media, in contact zijn met de mensen. Want onze eerstvolgende conferentie is een internationale conferentie. Dus ik ben zo'n beetje bezig met de mensen in Suriname en buiten Suriname. Het geheel ervoor zorgen dat alles op schema is. Oké, en buiten Suriname, hoe loopt het daarmee? Nou, het loopt aardig, omdat de mensen ook... Wat willen ze weten? Omdat ze willen weten wat ze allemaal moeten doen, want ze zijn uitgenodigd om in Suriname een toegevoegde waarde te zijn en daarnaast ook iets bij te leren. En ze moeten weten hoe ze zich moeten voorbereiden, over welk onderwerp ze moeten praten, hoe is Suriname, hoe zit Suriname in elkaar. Ja. Ja. Het is een internationale artconferentie. Mm-hmm. Broek op broek in juni op China. Oké, een internationale worship en artsconferentie. Het is anders dan anders. Meestal wanneer men hoort over worship, dan denkt men meteen aan een aanbidding, zingen. Ja. Maar worship en art, we gaan veel verder dan dat. We hebben multimedia dit keer. Het is bestemd voor de mensen die toneel doen, drama. De mensen die bijvoorbeeld bezig zijn met... misschien kan Amerika het zijn, dus ja, het is, je moet denken aan art. Dus het is een samenvoeging van verschillende kunstvormen, creatieve kunst. Mm-hmm. Die er worden gebezigd of gebruikt tijdens de verschillende bijeenkomsten. Maar waarom we hem zo hebben gedaan, als je kijkt naar de kerk, zie je meestal op de voorgrond altijd zang, dans en muziek. Maar er zijn dus zoveel andere zeg maar, elementen en kunstvormen die worden gebruikt, maar je ziet ze niet zo vaak. Waardoor mensen het gevoel krijgen van, hey, er wordt niks voor ons gedaan. Ja. Is er wel plaats voor toneel in de kerk? Jawel. Want we hebben het wel gekend, jaren terug. Ik praat over bijna 30 jaar terug. Toen was het er wel toneel binnen de kerk. En iedereen ging dus op de vrijdag, op de zaterdag gingen we oefenen. En we waren ermee bezig. Zelfs ook met een drama. Drama, precies. Ja. Is er wel plaats ervoor? Er is. Ja, er is nog steeds plaats ervoor. De jonge mensen hebben heel veel talent. Mm-hmm. En het is onze taak als veel ouderen, natuurlijk zijn we ook nog jong, maar het is onze taak om ervoor te zorgen dat die mensen ook zich thuis voelen en dat wat in ze zit, dat ze het kunnen gebruiken en kunnen presenteren. Ja. Yes. Gebruik je talenten, zeg maar. Precies. Ja. Klopt. Oké, hoe zal het eruit zien, deze driedaagse workshop? Het is dus een conferentie en we hebben dus van donderdag tot en met zaterdag hebben we dus activiteiten. Mm. Op de donderdagavond en de vrijdagavond hebben we de algemene sessies. Die zijn dus vrij voor publiek. Maar op de vrijdagochtend en de zaterdagochtend, dan hebben we dus dan de verschillende workshops. Mm. En we hebben dus mensen uit Suriname die de workshops zullen verzorgen. Maar ook mensen uit het buitenland. Mm-hmm. Kunt u de namen noemen? De onderwerpen ook waar het over zal worden gesproken? We hebben dus Focus and Ministry, die wordt verzorgd door Elvin Pohl. Hij is dus een Bachelor in Music Education. We hebben Band Coaching, die wordt verzorgd door Edson Verber. We hebben ook nog MIME, die wordt verzorgd door een pastor uit Trinidad. Hij heet pastor Bryant Henry. Of pageantry, dat heeft te maken met processie. Als je kijkt naar die taptoe is het ook een soort gelijke processie. Ja. Maar in de kerkgemeenschap is het een beetje anders. Maar we hebben dus Jillian Scott uit Guyana die dat gaat verzorgen. We hebben vlaggen.
Dat hebben we ook. We hebben de workshop-instructeur is ook uit Guyana, Frankie Hoppy. En uit Amerika hebben we dus twee dames die komen. Die gaan dus African Warfare geven en Prophetic Movement. Dat is ook helemaal dans. Ik hoorde daarnet dat met de vlaggen. Yes. Wel, als je op ritme kan dansen en bezig zijn, dan gaat het al goed, denk ik. Of is er nog meer dan dat? Er is practically nog meer, want je kan... sowieso is ritme heel erg belangrijk. Ja, ja. Maar je kan dus sowieso nog meer leren. Er zijn bepaalde vlagtechnieken die je kan leren. En waardoor je meer kan halen uit gewoon bewegen op de maat van de muziek. Hmm. En dat is wat sowieso ook gewoon aangeleerd. Maar hoe ligt dat met de spiritualiteit? Komt dat ook aan de orde? Helemaal aan de eigenlijk orde. Eigenlijk een heel belangrijk facet binnen het christelijk heel geloof. Belangrijk. En wat ik ook erbij moet vertellen, is niet alleen voor christenen. Want wanneer men hoort worship, dan denk men meteen aan de kerk. Van oké, alleen die christenen komen aan de orde. Maar bij deze conferentie is dat niet het geval. En ieder is welkom. De mensen die bijvoorbeeld heel goed zijn in een spoken word. Maar niet aangesloten zijn aan een kerkorganisatie. Die zijn ook welkom. Helemaal. De mensen die dans en drama doen, dan denk ik aan ballet. Die zijn allemaal van harte welkom. Dus het is niet alleen voor de christenen. Alle denominaties, ben je aangesloten aan een denominatie of niet, je mag je aansluiten, je mag je inschrijven en je mag mee participeren. Ja, mee participeren, dat is belangrijk. Hoe kan men dat nog doen? Hier lokaal? Hier lokaal? Ja. Het is heel eenvoudig, we hebben het voor iedereen makkelijk gemaakt. We hebben dus een registratielink en je kan hem vinden op Facebook en op onze eventpage of we kunnen hem voor je appen. En je klikt gewoon erop, je krijgt je form, je vult hem in, je vinkt aan welke workshop je wil volgen. En we zien dan ook gewoon direct als je dus lokaal bent of als je dus internationale participant bent. Ja, wat verwachten jullie er zelf van? Het wordt iets geweldigs. Het wordt iets geweldigs op 28, 29 en 30. Waarom is het zo geweldig en waarom wordt het geweldig? Zelfs de mensen van het buitenland zijn zo enthousiast. Zo enthousiast. Ze komen met een groep van, we hebben al 40 man. Bijna 40 man. Vanuit het Caribisch gebied. En Suriname moet zich gewoon haasten. Want als die buitenlanders zo enthousiast zijn, wauw, dan wordt het iets geweldigs. Ja. Oké, en dan moeten we dan die producten ook eruit zien komen. Precies. Na deze conferentie en na nog vele meerdere sessies die er zullen worden gehouden. En dan ga ik ervan uit dat er ook nog talenten zullen worden ontdekt. Ja. Ja. Zijn jullie daarop voorbereid? Wat doen we met die talenten die we ontdekken? Stimuleren. Ja, stimuleren en verder cultiveren. Want het is niet één moment, het is niet een momentopname. De conferentie is er de 13 dagen. En vooral voor de mensen die hier zijn, we gaan dan gewoon verder. Volgend jaar hebben we dus nog andere workshops. Er zijn follow-up gesprekken. Dus de mensen kunnen altijd doorgaan. Het is niet gewoon dat moment en dan wordt er niets meer. Het gaat niet doodbloeden. Oké, dus het is donderdag aanstaande? Nee, het is 28 tot en met 30 november zullen we dus hebben de locatie. Congreshaal. Is helemaal afgehuurd voor deze 3 dagen. En het zijn twee, hebben we dus een avondsessie. En die ochtendsessies zijn er voor workshops. Yes, for workshops. Waar men ook dan deel van mag zijn. Jawel. Goed, ik bedank jullie beiden. Vandaag in deze maand in Takis is het besproken. Dan hebben we het gehad over de 3-daagse workshop internationale art conferentie. We zitten in de maand van onze onafhankelijkheid en over 14 dagen hebben we dus 25 november. En het wordt dan 44 jaar herdenkingsrevidentie. En ja, we leven er naartoe en het heeft allemaal te maken met de ode aan lieve Hugo daarnet. Young boy, Misa Jiwan Roko, Isama Fudwing. En het is eentje van het Metropoolorkest van Nederland. Het is lieve Hugo. Veelal zullen we dus in deze periode ook bezig zijn met nummertjes van hem. Want hij was één van die voorstanders van de onafhankelijkheid. Maar hij heeft zelfs de onafhankelijkheid niet mogen meemaken. Want hij kwam ook vroeg te overlijden. Tot zover deze maand in Takkie. Ik bedank u voor uw getoonde belangstelling. En ik ben er weer maandag aanstaande. Goeiedag.